Van de bekende Nederlandse popgroep Shocking Blue wordt momenteel een film gemaakt, bestemd voor vertoning in de hele wereld. Delen ervan worden opgenomen in een pretpark in Duitsland. Regisseur en cameraman zijn niet gauw tevreden. De klop! Oké. De trein moet voor één opname dan ook vaak rijden. Op dezezelfde locatie zong de groep onder andere een van haar nieuwste hits, Shadows.